Hallo lieve Weegschaal, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 9, 27 februari tot en met 5 maart. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve Weegschaal, laten we gaan kijken naar jouw hoofdthema. Oké. Ik heb het gevoel dat je het best wel zwaar hebt gehad en misschien ook wel echt in emoties. Maar dat je nu ook een opluchting gaat ervaren. Waardoor je echt heel dankbaar gaat zijn. Ik merk dat dankbaarheid op dit moment wel echt een element is. Waardoor je bewuster wordt van wat situaties zijn en wat dat met je gedaan heeft. We gaan eens even verder kijken, lieve Weegschaal, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de Weegschaal deze week verwachten? Ja, je bent situaties aan het helen. Misschien ga je ook echt naar een healer toe. Of misschien dat je daarbij geholpen wordt. Maar ik merk vooral dat je even aan het helen bent. Daarnaast zie ik vooral dat je nieuwe situaties aan het schetsen bent op een positieve manier. Dingen uitwissen die niet meer nodig zijn. En dingen creëren wat je graag zou willen. Verder zie ik ook dat je wat neergeslagen misschien bent of wat moe bent. Dus dat je eigenlijk weer wat meer positieve energie mag opdoen. Dus kijk vooral naar wat je leuk vindt om te doen. En blaas alles uit wat niet meer nodig is. En weet dat je geholpen wordt. Weet dat je begeleid wordt om terug te komen bij je eigen basis. Maar misschien ook wel wellicht in een huis. Maar wat ik vooral zie is terugkomen bij jezelf, weer zichtbaar worden. We gaan eens even verder kijken naar een positieve affirmatie voor jou, lieve Weegschaal. Vandaag kies ik voor hoop. Lieve Weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder heel veel succes. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. En ook daar vind je de agenda met workshops, cursussen en opleidingen. Heel erg bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.